Nou ja, de eerste lockdown toen is natuurlijk even schrikken. Hè? Ik bedoel, zeker omdat het allemaal binnen een half uur moest gaan gebeuren. De eerste lockdown was natuurlijk hard aankomen, was echt verschrikkelijk. Het aantal contacten gaat goed. Omzet is niet zoals het hoort, maar dat is coronatijd. Maar mijn medewerkers zitten eigenlijk allemaal thuis. Dus ja, ik ben veelal hier alleen aan het werk. Mijn naam is Jos Hermans. Ik heb onder andere Nine Beer Food & Wine hier in Bokstel. Daarnaast ook nog een cateringsbedrijf en een administratiekantoor. De eerste lockdown toen is natuurlijk even schrikken. Hè? Ik bedoel, zeker omdat het allemaal binnen een half uur moest gaan gebeuren. Maar goed, een nachtje over geslapen en de volgende morgen meteen opgepakt om te gaan bezorgen en afhalen. Nou, dat is in de eerste lockdown in ieder geval heel goed verlopen. Tot 1 juni uiteraard. Toen zijn we weer... niet normaal open gegaan, maar mochten we voor de helft weer open, laat ik het zo zeggen. Alleen het is niet onze core business, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb liever dat mensen hier binnen zitten en dat we het netjes op een bordje kunnen leggen. Want afhalen en bezorgen, ja, het ziet er toch anders uit, laat ik het zo zeggen. De smaak kan misschien wel hetzelfde zijn, maar de presentatie is anders. We doen uiteraard sowieso de zogenaamde triage bij binnenkomst. Dus het vragen van... heeft u klachten en dergelijke? Of bent u met iemand met corona in aanraking geweest? Mensen moeten hun handen ontsmetten, dat is gewoon verplicht. Heel simpel. Dan gaan we ze op gepaste afstand naar tafel toe. En we proberen ook zoveel mogelijk gepaste afstand te houden. Is dat niet makkelijk natuurlijk, hè, met serveren van gerechten en dergelijke en dranken. Maar dat proberen we wel zoveel mogelijk. Personeel heb ik tot nu toe nog niet verplicht om een mondkapje te dragen. Ze mogen het wel, laat ik het zo zeggen. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik diep in mijn hart dat we dit jaar niet meer open gaan. Ik vermoed dat ze de feestdagen ook erbij gaan betrekken. En dan komt januari, februari traditioneel al rustige maanden door elkaar. En laten we dan niet hopen dat in maart weer de derde lockdown komt. Want dan weet ik het ook niet meer. Ik ben Hans Sluiters, ik ben hier de praktijkeigenaar van de fysiotherapiepraktijk. En normaal gesproken vind ik dat helemaal geweldig. En nog steeds, maar in coronatijd is het ingewikkelder. Nou, wij zijn dus nu heel erg afhankelijk van de oprechtheid van de mensen die we gaan behandelen. Van, heb je geen klachten? Ben je niet op vakantie geweest in een gebied waar het niet hoort? Heb je besmettingen thuis? Daar vragen we, maar daar moeten we wel op kunnen vertrouwen. We hebben hele slechte tijden gehad als fysiotherapeuten, maar de overheid en de zorgverzekeraars zijn zeker steunend geweest om ons overeind te houden. Dat is echt een wezenlijke bijdrage geweest. Ja, als er vaccin komt, dan denk ik, nou, dan zijn we over een jaar een heel eind verder. Maar ik denk dat we toch regelmatig hebben die dicht, die weg. Veel gaten in de agenda. Mensen, ik ben verkouden, ik blijf thuis. Het is een rommelige, onrustige tijd. En we hebben in het begin, toen we helemaal niet mochten werken, hebben we online gedaan. Maar dat is voor een hele kleine categorie te doen. Maar voor het gros van de patiënten moeten wij hier zijn met onze handen. Ik denk niet dat we het veiliger kunnen doen. Ja, dan moeten we constant de grote maskers op. En dat werkt ook niet prettig als je een eerste gesprek met iemand hebt en je ziet zijn gezicht niet. We hebben wel de groepen, we hebben ook de zaaltrainingen, die zijn klein. Die zijn besloten, dus niet meer met 7, 8 man in een zaal daar. Dat is echt beperkt. We hebben apparaten dichtgezet. We hebben grote wachtkamers gecreëerd. En mensen op 3, 4 meter van elkaar afstonden. Of zaten. Maar verder vind ik in deze tijd. Ja, het grootste woord is nu onrust en onzekerheid. Maar verder gaat er veel goed. Mijn naam is Edwin van Drunen. Ik ben de manager van de creatieve afdeling. Wij zijn een full service reclamebureau uit Boksel. En wij geven vorm aan merken. Denk aan grote bekende merken als een biermerk La Trappe. Maar ook een merk in tuinpotterie tot en met software. Dus eigenlijk heel breed zijn wij actief in met name grafische trajecten. Ja, er is zeker wel wat veranderd. We houden ons zoveel mogelijk aan de landelijke richtlijnen. Dus de medewerkers die werken zoveel mogelijk vanuit thuis. Dus we hebben 8 medewerkers. Die loggen in op onze systemen en kunnen thuis eigenlijk de producties doen. Dat is een uitdaging. We hebben een creatief vak. Dus we proberen natuurlijk heel veel te brainstormen en te overleggen met elkaar. En dat is wat lastiger om dat online te doen. Maar goed, we roeien met de riemen die we hebben. En we merken ook dat het overleg met klanten. Veel van onze opdrachtgevers werken natuurlijk ook thuis.
Maar goed, met Microsoft Teams kunnen wij redelijk uit de voeten. Maar het is wel aanpassen. En we merken ook wel dat onze business daardoor ook wel wat onder druk staat. Dus het is wel wat moeizamer dan normaal. Ja, het werk gaat in principe gewoon door. Het enige wat we merken is dat bij opdrachtgevers, zo gauw ook daar mensen thuis werken, ze eigenlijk de noodzakelijke projecten wel doen. Maar heel veel nieuwe initiatieven blijven een beetje uit. Daar heb je toch wat enthousiasme en vertrouwen voor nodig. En je moet elkaar ook een beetje aansteken in samenwerking. En dan ontstaan vaak nieuwe trajecten. Dus maar we mogen denk ik niet klagen. We draaien redelijk gelijk aan vorig jaar. Dus we leveren misschien zo'n 5% in. Maar dat is eigenlijk nog wat te overzien. Ik zelf ben wel op kantoor. Ik bewaak het fort. Maar mijn medewerkers zitten eigenlijk allemaal thuis. Dus ja, ik ben veelal hier alleen aan het werk. En we hebben in de tussenliggende periode, dus tussen de eerste en de tweede lockdown, wel weer met z'n allen op kantoor gewerkt. Dus maar sinds ongeveer rond de herfstvakantie zijn we weer terug thuis gaan werken. Uiteraard hoop ik, net als iedereen, dat we het virus snel onder controle krijgen en dat er snel een vaccin komt. Ik verwacht zelf dat het eerste kwartaal volgend jaar nog best wel moeizaam zal zijn. Maar ik verwacht ook, en ik spreek ook de hoop uit, dat zo gauw het vertrouwen terug is. Dat we weer vrij snel naar voren kunnen kijken en dat we weer aan de groei kunnen gaan werken met onze klanten. Ik ben Leonie Smits en ik ben de eigenaresse van de Deugniet al bijna 8 jaar dadelijk in januari. En doet met heel veel passie, heel veel liefde en plezier en heel vervelend dat we dicht zijn. Ik ben werknemer bij de Deugniet. Bij elkaar denk ik al zo'n 10 jaar misschien wel. De eerste lockdown was natuurlijk hard aankomen, was echt verschrikkelijk. Moeten wennen aan de situatie, wel meteen begonnen met ophalen en bezorgen. Dat liep als een speer. Heel blij toen we weer open konden. Ging ook een fantastische zomer gedraaid met z'n allen. Dus hoe harder het was dat we in één keer weer dicht moesten. Ja, ik ben natuurlijk per 1 augustus begonnen, dus in de zomer. Toen we hoorden dat we weer dicht moesten, was het wel echt weer een domper, zeg maar. En ook van ja, hoe gaan we het samen weer herpakken en zorgen dat we wel, als we open mogen, dat we ook weer open kunnen. En niet dat de deugd niet dadelijk stopt met bestaan. Wij hebben natuurlijk sowieso koffie to go, alles to go. En we bezorgen, voorheen was het natuurlijk ook vaak afhalen, maar nu is bezorgen natuurlijk wel een hot item. Dus wij bezorgen al het eten thuis bij iedereen. Maar ja, ondertussen doet wel iedereen het. Dus het is natuurlijk voor iedereen erg lastig. We hebben allemaal een beetje, terwijl we eigenlijk alles willen. En dat kan alleen maar als we open zijn. Ja, nou, en ook omdat wij hier ook best wel wat oudere mensen hebben. Daar valt zoveel voor weg dat ze nou gewoon thuis moeten blijven zitten. En gelukkig bestellen er wel heel veel mensen. En dat is ook superleuk als je daar aan de deur komt. Dat ze zeggen van ja, we proberen jullie zo toch te helpen. En hopen dat we snel weer open mogen. Dus we gaan ervan uit dat de vaccin er hopelijk heel snel komt. Het is natuurlijk ook gezondheid is first. Hè. We hopen natuurlijk gezondheid is het belangrijkste. We hebben natuurlijk ook allebei en ook in onze vriendenkring mensen die ziek zijn en geen corona hebben. Die dus moeten wachten. Hebben we toevallig vanochtend over gehad. Dus we hopen echt dat er iets gaat gebeuren waardoor het corona minder wordt. Omdat alle achterliggende ziektes, die ook heel belangrijk zijn, nu op een tweede plaats worden gezet door dat corona. Dus dat corona moet gewoon opgelost worden. En dan is het zakelijk heel vervelend, dit allemaal. En voor alle horeca, alle kleine ondernemers, voor iedereen. Maar we moeten wel zorgen dat corona onder controle is. Ook om, niet alleen voor ons, maar ook voor de rest van de wereld, om het weer normaal te maken.